Breda Nu. Je weet het meteen. Vandaag werden de deelnemers van de Paralympics gehuldigd in het stadskantoor van Breda door wethouder Paul de Beer. Kelly van Zon won goud bij het tafeltennis enkel. Michael Schoenmaker uit Breda heeft brons gewonnen. Hij won de plak van de 100 meter vrije slag. En de blinde discuswerpster Ingrid van Kranen van AV Sprint was ook aanwezig. Na een korte informele kennismaking werden de drie atleten door de wethouder gehuldigd met enkele cadeaus en daarbij behorende bloemen. Nou, nogmaals welkom. Ik vind het heel leuk om jullie te ontmoeten. We hadden elkaar nog niet eerder gezien. En ik vind gewoon iedereen die in Rio is geweest met een Breda's tintje. Want ik ga niet net doen alsof jullie allemaal in Breda wonen, want dat is ook gewoon niet zo. Maar het is ook prima dat jullie ook in andere gemeenten ook gehuldigd worden. Volgens mij moeten daar niet... Ik weet niet hoe dat voor jullie voelt, maar jullie zijn het. Dus volgens mij voel je het Breda's tintje wel met elkaar. Dit past dan. En die... Ja, Kelly. Sorry, Kelly. Sorry, ik heb echt zo'n drukke dag al. Echt even. Ingrid, alsjeblieft. Oh, heel fijn, dankjewel. Kijk, dankjewel. Asje. En. Als je dak lekt, kan je wel zeggen. Ja, als je dak lekt, kan je wel gebruiken. Als je Breda woont, heb je toch geen lekker dag. Alsjeblieft. En nogmaals, ja, top. Ik geef jullie al die van hand. Ja. Top dat jullie in Rio Breda hebben vertegenwoordigd. Dankjewel. Top. Super. Wat, het is wel goud, hè? Het is wel goud. Hartstikke ja. Mooi. Maar ja, het is een laagje goud. Als het echt goud was, was het heel zuinig. Nee, ik ben er wel zuinig op. Dat heb ik nog niet bij je gezet. Ja, dat zit er meer in. Bij Michael ligt hij ook gewoon in de kamer. Dan gaan we... Wij zijn misschien ook nog, want Kaal zei net iets over agenda toegankelijkheid, maar ook, zijn ook bezig met nieuwe sportbeleid. Eerste kwartaal 2017 willen we nieuw sportbeleid en daarna opgesteld voorleggen aan de gemeenteraad. We zijn nu bezig langs lijn van topsportevenementen, talentontwikkeling en aangepast sporten. En de accommodaties, zeg maar. En bij die accommodatie wordt dan ook weer agenda 22 toegankelijkheid natuurlijk. Komst. Bedankt. Dankjewel, hè. Ja, Ries. Merci. Dank u. Ja. Ja, groot gelijk. Het is helemaal niet... deze ruimte die wordt niet gelijk meer bezet. Ja, ik zal je ook zetten. Breda Nu. Je weet het meteen.